Deze artiest wordt beschouwd als een smaakmakende kracht in de moderne kunstwereld. Deze artiest wordt beschouwd als een smaakmakende kracht in de moderne kunstwereld. Het is een vaststaand feit dat de aarde rond is. Het is een vaststaand feit dat de aarde rond is. Ik heb meermalen geprobeerd om hem te bereiken, maar hij neemt nooit zijn telefoon op. Ik heb meermalen geprobeerd om hem te bereiken, maar hij neemt nooit zijn telefoon op. Na de grondige herziening van het bedrijfsplan kwamen de sterke punten van het bedrijf duidelijk naar voren, waardoor investeerders geïnteresseerd raakten. Na de grondige herziening van het bedrijfsplan kwamen de sterke punten van het bedrijf duidelijk naar voren, waardoor investeerders geïnteresseerd raakten. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige psychotische episode. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige psychotische episode. Hun plotselinge besluit om de prijzen van het product te verhogen, deed een storm van ontevredenheid onder klanten opsteken. Hun plotselinge besluit om de prijzen van het product te verhogen, deed een storm van ontevredenheid onder klanten opsteken. De miskenning van zijn expertise heeft ertoe geleid dat zijn advies vaak genegeerd wordt ten koste van betere besluitvorming. De miskenning van zijn expertise heeft ertoe geleid dat zijn advies vaak genegeerd wordt ten koste van betere besluitvorming. De samenhang van de argumenten in zijn betoog maakte zijn standpunt overtuigend. De samenhang van de argumenten in zijn betoog maakte zijn standpunt overtuigend. De plannen voor de nieuwe fabriek zijn ambitieus, aldus de directeur. De plannen voor de nieuwe fabriek zijn ambitieus, aldus de directeur. De arts heeft de symptomen geëvalueerd en aldus de juiste diagnose gesteld. De arts heeft de symptomen geëvalueerd en al dus de juiste diagnose gesteld. Het onderzoek naar klimaatverandering heeft van doen met het begrijpen van de ecologische impact van menselijke activiteiten. Het onderzoek naar klimaatverandering heeft van doen met het begrijpen van de ecologische impact van menselijke activiteiten.